Hey. Hey. Wat zijn jullie aan het doen? We gaan nou even koffie drinken. Wat hebben jullie gedaan? We hebben net de powerhouse training gegeven. Ja, en hoeveel mensen waren er? Ja, een stuk of 10. Een stuk of 10. Ja, de ruimte was. Wat houdt powerhouse training in? Powerhouse training is aandachtstraining. Ja? Aandachtstraining. Laat zien dan wat je net gedaan hebt. Ja. Laat maar even zien dan. Gaan we eens even kijken wat de powerhouse training is. Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing when to say. Zit dat in, hè? Zit dat in? Ja. Nou, laat maar zien wat powerhouse training inhoudt. Hoeveel mensen heb je in de gat? 10 mensen. 10 mensen, 10 deelnemers. 10 deelnemers. En vanavond hebben we het ook nog. Vanavond ook weer, staat ook weer op het programma. Powerhouse training is pilates training. Maar het is vooral aandachtstraining. Oké. Dus het is niet alleen maar fysiek, het is ook mentaal. Juist ook mentaal. Ja. En de bedoeling is dat de deelnemers in dit geval het uit zichzelf halen. Mm-hmm. Dus die vrijheid voelen om zelf hun eigen intensiteit te bewaren. Ik had er met één deelnemer even over, en Jeremy. Ja. Wat zei hij? Ik vroeg aan hem, ik zeg, voel je ook die kwaliteit van de training? Voel je dat ook? En toen keek ik me aan. En toen legde ik me uit dat de kwaliteit afhankelijk is van jouw aandacht, of jouw concentratievermogen. Dus hoe meer jij je kunt focussen en concentreren, hoe meer je uit de oefening en de training haalt, hoe hoger die kwaliteit. Dus de kwaliteit van de training bepaalt de deelnemer zelf. Precies, dus de aandachtstraining, je aandachtsspier trainen, dat is wat je hier doet. Dus we gaan ervan uit dat je misschien maar 40% van al je spieren echt gebruikt, activeert. En door deze training kan je juist ook slapende spieren, inactieve spieren. Precies, die percentages weet ik niet precies, maar dat kan je ook zelf voelen, dat je nog lang niet alles activeert. Even kijken, wat zie je basisoefeningen? Ja, dit is de basis die we altijd herhalen. Dit is ook een stukje onderhoud. Mm-hmm. De bedoeling is dat ze allemaal elke oefening een minuut lang met volledige aandacht en een geactiveerde powerhouse kunnen uitvoeren met een juiste houding. Een powerhouse, wat is dat eigenlijk? Want waar staat het voor? Powerhouse. Ja, want er staat met grote letters powerhouse training. Dus wat train je dan? Je powerhouse. Maar wat is de powerhouse? Een andere naam voor je powerhouse is jouw krachtcentrum, jouw natuurlijk corset. En dat zijn een aantal spieren. Onder andere jouw diepe gelegen buikspier, transversus abdominis. Dan heb je nog jouw diepe gelegen rugspier, dat is de multifidus. En dan heb je nog je bekkenbodemspier, die hoort ook bij je powerhouse. En jouw diafragma, jouw middenribspier, ademhalingsspier. En de bedoeling is dat je om jouw powerhouse te activeren, dat je je navel intrekt en je bekkenbodemspier aanspant, alsof je plassen houdt. En dat tijdens de oefening met nog een flankademhaling is wat is lastig. Dat? Is flankademhaling betekent dus geen buikademhaling, want op het moment dat je vanuit de buik aan is je powerhouse op dat moment niet geactiveerd. En je wilt tijdens de hele training juist niet trainen. Dus dan heb je een andere ademhaling, een andere functionele ademhaling. En dat is in dit geval jouw ribbenkast, jouw middenrif, meer laag. Dus eigenlijk hoger ademen in plaats van laag. Ja. Zodat de onderbuik ingetrokken kan blijven. Ja, want die is geactiveerd, dus die kan eigenlijk niet uitzetten, want die is aangespannen. Oké. Even kijken, maar dit is een Vitex filmpje. Oh, okay. Waarom is het valt dit onder Vitex? Of Vitality Experience? Want we zijn hier in het gebouw van Old School. Ja. Maar, kijk hier. Old School. Old School gebouw. Maar, hier moet toch een bordje komen, toch? Ja.
old school building. Maar er komt nog een bordje met Vitality Experience bij, want het is ook een Vitex gebeuren wat hier plaatsvindt. Klopt, ja? Vinden de... Maar jij, wat heb jij op jouw jas? Hardcore training. Hardcore training, dat ben jij. Ja. Ja, en jij bent een van de Vitex senior coaches. En old school life coach. Ja. Ja. Dus alles wat we doen is natuurlijk valt onder Vitex. Ja. Vitex is overkoepelend. Precies. Dus wat wij geven zijn Vitex modules. Ja. Vitex life management cursussen. Maar ook dus reguliere trainingen. Maar niet zoveel. Maar heel bewust kiezen voor powerhouse training als reguliere training. Precies. En wat nog meer? Daarnaast geven we circuitrainingen, indoor, outdoor. En daar kan je niet zomaar aan deelnemen. Dan moet je eerst een Vitex module hebben doorlopen. Hmm. En zelfverdediging, ja, dus MZV. Dat wordt ook op een reguliere basis gegeven door een Vitex trainer of old school life coach. Hè? Wat voor duidelijkheid, old school life coach is sowieso een Vitex trainer. Oké. Jammer, het was een beetje laat met filmen. Ik had net moeten filmen eigenlijk. Hè? Ja. Oké, mooi.